van alles. Onze leerplichtambtenaren zitten daar bovenop, samen met de scholen, want die moeten dat natuurlijk meteen melden. En dan gaan we er achteraan, gaan we kijken, bellen we ze op. Ja, en kinderen en jongeren moeten zo snel mogelijk weer naar school. Hè? Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op school komen. En dat doen ze niet altijd. Dat valt bij ons mee, maar niettemin, elk leerling die spijbelt, ja, dat is zonde. Dan heb je 's ochtends meldingen van kinderen die er niet zijn of jongeren die er niet zijn. Ja, en dan gaan we daar, rijden we naar hun huis toe en bellen we aan. Ja, en zeggen van kom maar op, rij maar mee. En wat is er precies aan de hand? Want je hoort op school. Wat zijn vaak de redenen dat een kind spijbelt? Want daar gaat u naar vragen natuurlijk. Ja, dat heeft vaak te maken met toch wel wat complexe situaties thuis. Soms wel onvoldoende ouderondersteuning. Als het begint, dat je er dan snel bij bent. Want als kinderen te lang weg zijn, ja, dan gaat het op alle fronten niet goed. We zagen vandaag wel, je ziet wel heel veel jongeren met heel veel zorgproblematiek. Ook hele andere dingen zijn er aan de hand. Maar goed, één ding weet je zeker. Als ze niet naar school gaan en ze halen geen diploma, dan wordt het allemaal helemaal heel lastig voor de toekomst. Dan krijg je geen baan, dan is er geen toekomst. Dus wij willen gewoon dat ze naar school gaan, los van alle andere problemen. Gewoon naar school en dan zien we wel weer verder. Wij werken samen met de gemeente, met leerplicht, maar ook wel met andere afdelingen van de gemeentes. Om ervoor te zorgen dat iets van die problemen wordt opgelost. En in elk geval ervoor te zorgen dat de kinderen weer naar school gaan. En wat we vanochtend ook hoorden, van gaat dat nou goed? Hè? Gaat dat nou snel genoeg? Ja, en dan blijkt je toch, dan heb je zeg maar het papier en de werkelijkheid. En dan valt er nog wel een wereld te winnen. En daar kijk ik ook wel naar uit voor de aankomende jaren, als al die zaken naar de gemeente gaan. Ja, om niet te veel vanuit de instituties te denken, maar vanuit het kind en vanuit de jongeren. En dat moet weer centraal staan. Dat is denk ik wel zo'n mooie klus.